dat is niemand anders dan? Jan van Dam uit Emmeloord. Dat is moederdag natuurlijk. Ja. Het is als het ware een soort moeder voor mij. Dus. Ik lag dus nog op bed, hè? Ja. Maar ja, ik was ook goed ziek. Zo lieve vrienden, ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En het is vandaag zondag, moederdag, dus ik wens weer alle moeders een fijne namiddag verder, want het, zo laat is het al, want schrik niet lieve vrienden, het is dus de 14e, zoals jullie allicht weten, 14 mei. Ook had mijn lieftallige pleegbroer jarig kunnen zijn, maar die is dus ook al in de hemel. Het is 16:56. Ik open mijn vlog wel heel erg laat, hè? Ja, ik weet het. Ik ben vannacht, werd ik ziek, last van mijn buik, misselijk, beroerd. Eén keer boven de wc gehangen op twee manieren. Enkel kwam niks, kan ik ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ik zit nu aan de thee met gember. Maar er is er ook eentje onverwachts gekomen die ook vorige week hier was. En dat is niemand anders dan? Jan van Dam uit Emmeloord. Dat is moederdag natuurlijk. Ja. Het is als het ware een soort moeder voor mij. Dus. Ik lag dus nog op bed, hè. Ja. Maar ja, ik was ook goed ziek. Door de gember. Ja, het begon al wel wat op te knappen, omdat je dus naar je lichaam moet luisteren. Dan blijf je ook op je bed liggen. Als je lichaam dat wilt, dan moet je dat gewoon accepteren. Of je dat wilt of niet. Doen. En ik zit even dus gewoon aan de thee in de gember. Ja. De meisjes hebben alle uitgelaten. Ja. Dus dat is ook allemaal al gebeurd. Dus ja, en het water staat op. En we gaan zometeen lekker Jan van de koffie en ik weer van een beker thee. En dan wordt de tweede beker thee met gember. Ja. En voor Jan de tweede bak koffie. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. En maak er wat moois van vandaag met Moederdag. Laat je goed verwennen, moeders. Alle moeders goed laten verwennen. En dan komt alles hopelijk goed. Ja. Ook voor jullie. Ik zeg het tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is bijna, we zien 18:58. Dus ik ga Jan weer wegbrengen. Maar niet met de meisjes. Nee, ik pak mijn booster, want ik kan momenteel dat end nou niet lopen. Want daar ben ik nog niet helemaal in orde voor, nee. Dus het onderlichaam dat wil nog niet zoals ik dat wil. Maar dat komt ook wel weer goed, echt wel. Ja hoor, gelukkig heb ik geen hoofdpijn, nee. Dat gaat zo berengoed nou dat ik die druppeltjes van dokter Vogel heb. Helemaal geen hoofdpijn, ook niet die dagelijkse hoofdpijn. Dat is weg. Dus ik ben super blij, ja. Van de week had ik bel bijna een keer, liep er tegen de migraine aan. Oké, als ik dan die druppeltjes gebruik, dan duurt het wat langer. Dus ja, maar dat maakt niet uit, dat gaat over, weet je. En daar ben ik zo gelukkig mee. Ja, ik voel me gewoon een heel ander mens worden. Maar ja, nou was die buik een beetje in de war. Maar ik hoorde al dat er nog eentje was die het had. En ik denk door het weer. Want dan is het koud en regent het. En dan heb je weer dat prachtige mooie weer een aantal dagen. En dan slaat het weer om naar kou en regen. Ja, dan word je wel ziek, hè. Maar Jan die zit nou even op het toilet. De meisjes die leggen met z'n tweeën lekker op de bank. Dus ja, ik ga me verder klaarmaken. En ik neem mijn mobiel mee. Die gaat in de houder. En dan komt alles gewoon wel weer goed. En dan is het gewoon even een stukje ontoer. Ik moet ook naar Albert Heijn, dus ja, komt helemaal goed. Ik laat deze thuis en het is voor de tweede keer dat ik naar de Albert Heijn ga en we zullen het beleven. Ik laat dan de telefoon in die houder zitten en ja, hoe en wat, ik weet het even nog niet. Maar het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later.
vervolgens, ik ga er ook weer vandoor. Ik ga weer naar Emmeloord toe, naar huis toe. Dus ik zie jullie tot de volgende keer alweer. Groeten en tot ziens.
Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is koud. Tenminste, ik heb het koud. Maar ja, ik ben nog niet helemaal in orde, want ja, ik voel me af en toe nog wat zweverig. Maar ach, dat gaat ook vanzelf wel weer over dat ik een oud kereltje ben, of niet dan? Maar in ieder geval, ik ben weer thuis. Jullie zijn mee geweest. Gezellig. Ik weet niet of jullie Jan hebben kunnen horen terwijl de mobiel in dat ding zat. Dus ik hoop dat het wel gelukt is. Want hij praat ook niet zo hard. En ja, het rondje door... Het rondje door Albert Heijn heen. Ik weet niet wat jullie gezien hebben, want... voorheen stond die houder echt recht, kon ik er zo erop kijken wat jullie zouden kunnen zien. Kon ik er zo op kijken. Dat gaat nou niet, ik moet nog even om mijn hoekje kijken. Want hij staat meer scheef. Dus hij kijkt maar één kant op. Maar het maakt niet uit. Als je weer terugrijdt, zie je de andere kant weer. Ja, toch? Maar hij zat eerst rechter. Maar die stuur is anders. Die is een beetje bekrompen en alles moest er wel op, weet je. Ja, deze stuur is kleiner dan die ik van de Zolo had. En die liep een beetje anders. Dus ja, maar alles zit er wel weer op. En ik krijg een vieze neus. En ik krijg geen klozetpapier meer daar. Nee, nou ja, doen we zo even. Maar in ieder geval, ik ga zometeen even een hapje eten. Ik heb geen zin in warm eten. Ik neem een broodje en dan komt het allemaal wel weer goed. En dan morgen weer verder aan de wortelen. Dus... Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet ook een beetje met mij mee. Maar ik ga nu ook gelijk wel afsluiten. Dan hoef ik dat vanavond laat niet te doen. Want ik moet ook nog een vlog in elkaar zien te zetten. Dus ik zeg, een hele fijne, liefdevolle avond met z'n allen. Maak er nog een gezellige avond van voor moederdag. Moederavond. Ja, wat is het? En... dat ik zou zeggen, geniet ervan. Voor later op de avond, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, jullie weten dat God houdt gewoon over ons allemaal de wacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.